Terug in de basis. Ja, je scoort, dat is mooi, maar je verliest wel. Waar geef je het weg vandaag, vind jij? Ik denk dat je twee verschillende gezichten hebt. Eerst zelf doen we het gewoon niet goed. Blijven pielen, voetballen. En tweede helft ga je wat opportunistischer spelen. En dan zie je dat Den Bosch het een beetje moeilijker kan maken. Maar het was lastig vandaag. Het was lastig? Eerste helft niet goed, hè? Nee, veel te lang gebreid met die bal. En dat gaf in de rust ook aan. Geef gewoon eerder een diepe bal, een hoge bal. En ik zat wel redelijk in de wedstrijd. Dus ik won al mijn luchtduelletjes wel. En dat had eerder gemoeten, denk ik. En daar beginnen we te laat mee. Waardoor je die wedstrijd gewoon bijna niet meer kan kantelen. Maar zelfs in de tweede helft vond ik het lang duren voordat de ballen echt hoog kwamen. Hoor. Bij jou en later bij Wout Weghorst. Ja, dan krijg je ook nog eens met veld te maken. Het begint te sneeuwen als een malle. En daar zul je verwachten dat je nog eerder die lange bal gaat hanteren. Maar... ja, het kwam er maar niet van en op het einde met Weghorst erin zelfs ook niet. Dus iets om over na te praten. Eigenlijk één moment, hè, in de tweede helft waarbij je denkt van dit is hem. En dat was jouw schot van zo'n 20 meter? Ja, die bal die wordt hoog ingespeeld en ik weet niet eens, op een gegeven moment valt die volley voor mijn voet. Ik denk, nou neem hem gewoon op mijn pantoffel en ik denk dat hij een centimeter over de kruising vliegt. Dat is een beetje pech, maar goed, ik denk niet dat je de tweede helft echt uitgespeelde kansen hebt gecreëerd. En dat is niet goed. Ja, misschien wel bovenliggend, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Dat is de situatie op dit moment, hè. 15e plaats, je komt er maar niet weg. Nee, de situatie is nu zo dat je er onderin staat en dat je gewoon punten moet gaan sprokkelen om te kijken waar je het einde van het seizoen staat en gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Ja, alleen heb je nog hoop eigenlijk? Zeker na vanavond? Tuurlijk, als ik dat niet meer had dan kan ik beter gelijk de voetbalschoenen wegbrengen. Ja, dat is waar, maar goed, je kan een persoonlijk doel hebben. Spitsen willen vaak scoren, dat is wel weer gelukt, maar als team zie jij het nog zitten? Die plek 9 opdrukken, periodetitel? Het zal wel moeten, Niels. Je moet gewoon zorgen dat we die volgende wedstrijd gaan winnen. En hopen dat we dan in een bepaalde flow terechtkomen. En ik geloof er nog wel in. Jij bent terug. Eindelijk weer basis. Echt basis. Want ik kan me voorstellen, die periode november toen je weer mocht spelen na de strubbelingen hier binnen de groep. Binnen de club. Jij en de trainer en nog wel meer. Maar het is nu een echte kans. Je bent weer terug. Hoe is dat eigenlijk? Ja, lekker gevoel. Gewoon lekker weer ballen en alles achter je laten. Streep getrokken met z'n allen. En voetballen blijft toch het leukste wat er is. Dus als je dan lekker vanaf de aftrap dat kan doen, dan dat is wel lekker. Ja, hoe is dat eigenlijk? Jouw gevoel? Ben je anders dan in die fase daarvoor? Want ja, men gaat nu allemaal denken van, is die route rijden veranderd in de afgelopen maanden? Ja, voor mijn gevoel niet. Ik heb gisteren ook aangegeven, ik heb privéproblemen gehad. En dat zal ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Maar ik heb niet het gevoel dat ik totaal andere voetballer ben geworden. Maar... ja, dan moeten de mensen zelf maar beoordelen hier. Nou ja, goed. Jij kan nog beoordelen of je fitter bent, scherper bent. In je spel dan, hè? Dat zou wel anders kunnen zijn. Heb je dat idee? Nee, voor mijn gevoel niet. Ik ben nog steeds dezelfde routine als dat ik altijd ben geweest. Dus ik ben blij dat ik weer mag spelen. Doelpunt nummer 34 in het shirt van Emmen. Het was een mazzeltje, hè? Je kreeg hem gelukkig voor je voeten. Ja, maar dat is een spits van afhankelijk. Dus ik was blij dat hij gewoon goed viel.